Behang is geschikt voor elke ruimte in huis. Van de hal en de zitkamer tot de slaapkamer. Je kunt er echt een persoonlijke sfeer mee creëren. Maar hoe doe je dat? Ook zo'n hekel aan een fel verlichte hal zonder sfeer? Probeer in je hal eens een donker behang uit. Juist in deze kleine ruimte is behang een sfeermaker. Net als een mooie spiegel en een decoratieve hang- of wandlamp. Hier is met behang een modern landelijke sfeer gecreëerd. Alle wanden en ramen beneden zijn gedecoreerd met een gecoördineerde collectie stoffen en behang. Hierdoor zijn de kleuren en de dessins van het behang en de gordijnen perfect op elkaar afgestemd. Het behang met bladpatroon loopt vanuit de eetkamer door tot halverwege de woonkamer. Hiermee verdeel je optisch het eetgedeelte en het zitgedeelte. Naturelle in combinatie met wit geven je interieur een rustgevende en tijdloze uitstraling. Behang met girl power voor de slaapkamer van Sophie. Natuurlijk heeft ze zelf het behang uitgekozen. En dan krijg je een verrassende combinatie van patronen naast elkaar. En gewoon op het gedecoreerde behang de schilderijtjes, fotolijsten en kunstwerken hangen, want dat geeft een speels effect. Wist je trouwens dat vrolijke kleuren zoals rood en geel een stimulerende werking hebben? Bij deze stoere bink hoort een stoere kamer. Met behang is dat geen probleem. Door echte jongenskleuren en hippe patronen met elkaar te combineren, kan hier nog jarenlang geslapen, geleerd en natuurlijk gedrumd worden. Dat zullen de buren fijn vinden, Jasper. Eline heeft een kleine, smalle kamer. Maar door te spelen met hele grote en hele kleine dessins lijkt de kamer veel ruimer. Heb je behang over? Gooi het niet weg, maar bekleed er de binnenkant van je kast mee. Of bijvoorbeeld een oud tafeltje die je kan beplakken. Zo tover je kleine meubeltjes om tot een hippe accessoire. Puff the magic dragon, live by the sea, and fly in the Knuffel, die gaat nog steeds mee naar bed natuurlijk.